Sinds begin dit jaar voetbalt Johan Kappelhoff in de Major League Soccer voor Chicago Fire. Het seizoen in de Verenigde Staten is afgelopen en dus is de oud-verdediger van FC Groningen even terug in Nederland. Het is heel leuk. Ik heb het naar mijn zin. Met het team ging het wat minder dit seizoen. Heel wisselvallig, maar dat komt wel goed. Ik heb heel veel vertrouwen in dat het weer goed komt. En ook gewoon privé, mijn gezin heeft het naar de zin. En ja, ik krijg gewoon heel Amerika te zien. Dat is ook heel mooi om mee te maken. Goed voor de ervaring. Ja, het is heel veel reizen? Heel veel reizen, heel anders dan Nederland natuurlijk. Maar het heeft ook wel eens positieve kanten, dat je heel het land ziet. Mooie dingen, verschillende klimaten, cultuur een beetje. Ja, het is heel, heel leuk. Ja. Chicago Fire eindigde als laatste in de Eastern Conference. Kappelhoff speelde het afgelopen seizoen tegen een paar grote voetbalnamen, zoals de Spaanse spits David Villa. Het niveau is anders dan Nederland. Je kan het een beetje vergelijken met Engeland. Heen en weer, hoog tempo. Ik denk dat Nederland technisch en tactisch wel wat verder is. Mm-hmm. Maar in Amerika heb je hebt gewoon goede spelers tussen zitten die Europese ervaring hebben. Die maken het verschil ook wel. Dus ja, het is wel een goede mix. Ja. Ja, en ik hoorde dat jij bent gekozen tot Defender of the Year bij de club. Ja, klopt. Dat is waar, ja. Daar ben ik ook heel trots op. En ja, het is wel mooi voor mij, ja. Kappelhoff speelde tussen 2011 en 2016 150 officiële wedstrijden voor FC Groningen. En maakte in totaal 4 goals voor de FC. Jongen, wat gebeurt hier allemaal? In de winterstop van het seizoen 2015-2016 maakte Kappelhoff de overstap van FC Groningen naar Chicago Fire. Hoe volg je dan FC Groningen daar? Ja, gewoon streamen. ja, internet proberen, alles mee te pakken, social media. Spelers af en toe spreek ik wel eens. En, ja, het is natuurlijk tijdverschil is ook lastig. Ik moet vroeg mijn bed uit als ik op zondagmiddag wil kijken. Heb ik er soms wel voor over. Maar ja, ik volg het natuurlijk. Hier is de volgende gevaarlijke bal en nu ziet hij er wel in via Kappelhoff. En dat is de snelle goal waar Groningen naar rust op zoek is en hem ook fabriceert. Omdat de overgang naar Chicago Fire begin dit jaar heel snel ging, kon Kappelhoff geen afscheid meer nemen van de FC Groningen supporters. Ja, ik ging in de winterstop weg en ik ben eigenlijk niet meer terug in Nederland geweest. Dit is weer de eerste keer. Dus het is er niet van gekomen. Maar ik heb wel afscheid kunnen nemen van de spelers en de staf. Ja, misschien komt het ervan of niet, maar ik zal FC Groningen nooit vergeten. Is altijd in mijn hart. Deze zomer nam Michael de Leeuw dezelfde weg als Kappelhoff en kwamen beide oud-FC Groningen spelers weer in één elftal te spelen. First roar from the Lion MLS, meet Michael de Leeuw. Ja, was prettig. We hadden ook zo'n type speler nodig die gewoon zijn goals pakt. Ik had ook het geluk dat John Gosens ook al bij de club was. Dus de vrouwen hadden ook veel aan elkaar als wij op pad waren. Dus we zijn veel weg van huis. En ja, het is heel leuk dat er twee andere Nederlanders ook zijn. Ja. Vincent sends it low, right in front, it's in the net. Michael de Leeuw and the flag stays down. Chicago strikes first. Alvarez to his left. Surging in Solignac. De Leeuw and the Lion gives the Chicago Fire. Wat ga je nu de komende maanden doen? Want de competitie ligt daar nu stil. Ja, de competitie ligt nu stil. Ja, ik heb nu een maand niet zoveel gedaan. Ik ga nu weer beginnen met trainen voor mezelf. En dan over anderhalf maand gaan we weer beginnen. Dus ik heb nog even. Dus ik kom nog wel vaker terug.